Er is in Nederland nog te weinig capaciteit om plastic te recyclen. Daarom krijgt dat in de Amsterdamse haven de hoogste prioriteit. Door verschillende afvalverwerkers en innovatieve bedrijven bij elkaar te brengen, kunnen deze partijen kennis en plastic uitwisselen. Ieder heeft zijn eigen kracht en rol. Zo heeft AEB Amsterdam een slimme scheidingslijn ontwikkeld om plastics uit afval te filteren. Dit plastic levert AEB aan verschillende verwerkingsbedrijven in binnen- en buitenland. Een innovatief afvalverwerkingsbedrijf in de Amsterdamse haven is Plastic Recycling Amsterdam. Hier dit plastic wat is binnengekomen bij ons in de fabriek gaan we straks verwerken naar hoogwaardige grondstoffen. Bedoeld om uiteindelijk weer een fles te maken van het plastic wat we hier als fles hebben binnengekregen. En bijvoorbeeld dus niet, zoals vandaag veel gebeurt, uiteindelijk een mix van kunststoffen gebruiken om uiteindelijk een semi-laagwaardige toepassing of een laagwaardig product te maken, zoals bijvoorbeeld een bermpaaltje of een picknicktafel. Maar wij willen proberen terug te gaan naar een hoogwaardige monopolymeer, zodat we uiteindelijk weer van fles naar fles kunnen. En al dat plastic wat we hebben, dat versnipperen we tot hele kleine snippertjes, zodat we zeker weten dat elk snippertje een eigen uniek plastic kunststofdeeltje is. En als dat allemaal versnipperd is, is het nog vuil. En dan moet het door een hele grote wasmachine. En die hele grote wasmachine die bouwen we. En dat wordt een 100 meter lange wasmachine die niks anders doet dan ons plastic, ons kunststof, wat we daar uit die vieze zak hebben gehaald, uiteindelijk schoonmaken. En dan wordt het zo schoon dat dit eruit komt. En al deze snippertjes, die zijn nu allemaal, is een mix van kunststoffen bij elkaar. Dus bijvoorbeeld polypropyleen en polyethyleen is een kunststoftype, polystyrene en PET. En de machine, de Umicore technologie die ontwikkeld is, die kan al die verschillende kunststoffen sorteren op hun soortelijk gewicht. En die Umicore technologie die stelt ons in staat om al die deeltjes, die snippertjes, in een bad te scheiden op zijn eigen gewicht. En daardoor kunnen we dus ineens dat polypropyleen deeltje wat lichter is dan het polyethyleen en weer dat polyethyleen deeltje weer wat lichter is dan het polystyreen en het PET als laatste, kunnen we dan scheiden in een soort bad. En dat bad aan het eind, daar zitten allemaal kamertjes en dan halen we zo de polypropyleen en de polyethyleen en de polystyreen en de PET halen we uit verschillende kamertjes eruit. En dat lukt heel nauwkeurig en omdat het zo nauwkeurig is, kunnen we naar een hele hoge zuiverheid gaan. En dat is wat we hier doen. Wij zijn op zoek gegaan naar een locatie dicht bij de stad waar het afval is. En in dit geval Amsterdam. En waar ga je dan naar kijken? Je kan niet zo'n fabriek die we hier bouwen in een woonwijk bouwen. Dus je moet een terrein hebben, je moet een plek hebben waar je terecht kan. En dat is de haven. En dat is een fantastische plek om natuurlijk dicht bij een stad allerlei zaken te doen die relevant zijn voor de stad.